Er is nog steeds geen overeenstemming tussen de gemeentes die een bed, bad en broodvoorziening hebben voor vluchtelingen en de minister. De minister wilde dat de gemeentes de voorzieningen zouden sluiten. Maar de Tweede Kamer greep in. De minister wil nu dat alles in een bed, bad en brood is gericht op terugkeer naar het land van herkomst. In de praktijk blijkt echter dat er voor sommigen in een BBB-voorziening andere mogelijkheden zijn. PvdA en VVD in de Tweede Kamer hebben afgesproken dat er in november een akkoord zou zijn, maar dat is er dus nog niet. U kent de discussie natuurlijk in Den Haag wel. De Partij van de Arbeid en de VVD hebben daar gewoon wel een akkoord over gesloten. Maar ja, dat leidt niet tot een werkbaar akkoord wat wij in de praktijk hier in Groningen zien. Nou, daar is natuurlijk de discussie over. Wij zeggen als gemeente, en ik ben niet de enige, van joh, het kan best, maar laat het gewoon vanuit de praktijk vullen met de informatie die we hebben. Het werkt, we kunnen het doen. En dan zijn wij absoluut bereid om de doelstelling van het Rijk, namelijk in eerste instantie de mensen terug te begeleiden naar het land van herkomst, om daaraan mee te werken. Bij de intake in een BBB wordt het dossier doorgelopen. Dit is het laatste stukje van het asielproces, namelijk mensen die uitgeprocedeerd zijn en terug moeten naar het land van herkomst. Daar bieden wij deze voorziening voor, want uiteindelijk willen wij niemand op straat hebben. Dat is namelijk het slechtste scenario voor een gemeente. Nou, wij bieden deze mensen onderdak, dus bed, bad en brood en begeleiding. En we werken dus heel hard aan de doelstelling om terug te keren naar het land van herkomst. Maar, en dat is het tweede puntje, soms ook gewoon naar legalisering, ofwel terug naar het COA. Want er zitten ook gewoon mensen tussen die nog wel rechten hadden. Nou, dat filteren we eruit, daar werken we aan en dat doen we op een succesvolle manier. De minister vindt dat illegalen maar een beperkte tijd in de BBB mogen blijven. Als wij bijvoorbeeld gehouden zouden worden aan een termijn waarin het alleen maar mag en dat je daarna moet stoppen, nou, dat doet al geen recht aan de trajecten die wij nu lopen. Mensen zijn soms langer bezig, zijn soms korter bezig. Onze insteek is, als er perspectief is voor een persoon, dan moet je dat traject ook aflopen en dan pas een conclusie trekken van hij gaat terug of het wordt naar het COA. Dan moet je niet aan een termijn verbinden. De minister praat verder over de kwestie met de Vereniging Nederlandse Gemeentes.